Stalvaste. Stalvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Er gebeurt iets leuks in Suriname, 4 mei, en ik heb de organisator, de promotor, de man himself van Cantoro, Kenny B, live. Fego Kenny. Met mij gaat het goed en ook een goede dag aan jouw luisteraars, de luisteraars van Stalvaste. Ik wil ze ook bedanken, want heel veel fans van mij zijn onder jullie luisteraars. Dus, en die streamen onze pokoe, die ondersteunen. Dus vanaf deze plaats wil ik ze gebruik maken van de gelegenheid om iedereen te bedanken voor alle steun, al die jaren die ze hebben gegeven aan mij. Mooi man, leuk en ontzettend fijn dat je in onze show wilde komen. Kenny B, een paar kilometers gelegd. Hè. Ik denk, heel veel mensen denken, jij woont in Suriname. Of, waar woon jij nou? Je woont in de wereld. Dat is een feit, man. Ik ben op aarde. Je woont op aarde. Ik ben op aarde, maar ik ben vaak in Suriname. En ik vind het fijn om daar te zijn. Het is best gewoon thuis, maar Nederland is mijn tweede huis uiteraard. Ik hou ook van Nederland, eerlijk gezegd. Oké, Suriname, het woord is gevallen. Cantoro, dat is een beetje de talk of the town in Suriname. Cantoro is voor mij een nieuw concept, een show die in Suriname plaats gaat vinden. 4 mei, en Cantoro, voor de mensen die dat niet weten, Cantoro staat voor kantoor. Kenny B is de producer van deze show, hij is de promotor, hij is de initiator, godfather of the Cantoro. Kenny, vertel mij eens een keer kort, wat is Cantoro? Om daarmee te beginnen, Cantoro. Cantoro is kantoor, maar het is ook de plek waar wij als artiesten ons werk doen. En we nemen ons werk ook serieus. Vaak is het entertainment, iedereen is vrij, iedereen danst, iedereen lacht, maar voor ons is het business. Weet je, voor ons is het niet alleen maar... Als je niet gefocust bent, kan je werk niet goed doen. Dus het lijkt alsof we lopen te feesten, maar dat is echt werk. Niet alleen daar op het podium, maar ook voor het podium. En we willen ook... Het is ook een, hoe moet ik het zeggen? Het is endurance, daar staat het voor. Het staat voor endurance, staat voor doorzettingsvermogen. Staat voor correct, staat voor stippelijkheid. En dat heb je nodig in dit werk om het te kunnen doen. Dus zo willen we ons ook etaleren voor de mensen daarvan. We kondappen en we gaan iedere keer weer, iedere keer weer keihard onze best doen om een goed product te leveren. De artiesten die ik vraag zijn uiteraard... behoren tot de beste artiesten van Suriname. Maar ik vraag iedereen om erbij te komen, omdat kijk, je kan als artiest A kan zijn fans hebben, maar je bent daar, je staat daar ook voor de fans van Kenny, je staat daar ook voor de fans van Aita, en het is aan jou in hoeverre je ook de andere mensen kan bereiken, want jouw crowd heb je al. Maar nu zijn we daar met z'n allen, en al onze fans komen daar, en uiteindelijk moet daar iedereen weggaan met dat ze allemaal fans zijn geworden van al die artiesten die daar komen. En daar heb je iets moois gedaan. Ik denk, artiest, je bent zelf een hele grote artiest. Vooral hier in Nederland, Sanamino Savima, dat hoef ik niet te vragen. Maar Jana, Biggie artiest. Yusuf Orga, jij organiseert dit alles zelf. Laten we zeggen, ja, het is mijn idee. Het is mijn idee. Ik vind ook dat er heel veel Surinaamse artiesten zijn waar die niet genoeg gezien worden, terwijl ze de kwaliteiten hebben. En in deze business kan je niemand kwalijk nemen voor waar je staat in de game, want je zal ervoor moeten knokken. Maar mensen die organiseren zijn geneigd om de mensen te nemen die pop-in zijn, die gisteren ook opgetreden hebben, die vorige week. Maar er zijn ook mensen die goede muziek maken. En ik kan kiezen op populariteit, maar als artiest kies je op kwaliteit. Snap je? Ik wil ook dat er een artiest als Bottyman, die is gewoon ontzettend getalenteerd en heeft zijn sporen verdiend in de Surinaamse gemeenschap. Alleen door een of andere, ik weet niet, dan komen dat soort mensen niet meer uit de verf, terwijl ze goed bezig zijn. Iemand als Jahans Baas, die is niet zo vaak te zien, maar dat zijn goede artiesten. En ik wil dat mensen kennis maken met deze artiesten. Dit is gewoon een beetje mijn, ik zal niet zeggen mijn smaak, maar ik vind dat mensen die hard werken, dat ze niet vergeten. Bijvoorbeeld, neem nou Aita. Aita Fest is legendary. Hij treedt meer op in Frans Guyana. Maar ik heb graag dat mijn fans en de fans van Kater en de fans van Psycho Aita op podium zien. Snap je? Dus dat is het mooie hiervan.
Dat is Cantoro. Mooi concept. Cantoro, hoe moet ik het zien? Is het eenmalig iets of iets dat ik dat jaarlijks terugkeert? Het moet jaarlijks terugkomen. Het heeft te maken met Rocomandé. Daarom is het ook, is ook met een knipoog naar Rocomandé Cantoro. Weet je, daar is ook de plek. Oké. Okay. 1 mei, hè? 1 mei is Rocomandé en die show is 4 mei. Ja, is 4 okay. mei, omdat okay. 4 mei is zaterdag. Rocomandé, dus kantoor. Je moet eigenlijk naar kantoor. Kantoor. Je kan naar kantoor komen voor een functioneringsgesprek en je kan weggaan en je bent ontslagen of je krijgt promotie. Uh-huh. Ja, zo werkt het. Inderdaad, nee, ik ken die wereld. Maar we hebben ook wel voor een naam gekozen wat lekker ligt bij het volk. We gaan elke dag. Laatst wou ik ook een post plaatsen, want ik hoorde dat mensen naar kantoren gaan. Ik zeg, mensen, die show is pas 4 mei. Je gaat niet zomaar naar kantoor. Nou, je gaat niemand oproepen om thuis te blijven en wachten tot 4 mei. In de tussentijd hebben wij meer Kennedy straks live hier op de radio. Blijf bij ons. Kenny, Cantoro. Er zijn zoveel artiesten, man, in Suriname. Hoe kom jij tot een... echte line-up, hoe krijg je zoiets rond? Kijk, ik heb mensen waarmee ik recentelijk heb gewerkt. Bijvoorbeeld met Psycho, ik vind hem een geweldige artiest. We hebben samen ook... Ik heb nooit nog een nummer van jou met Psycho gehoord. Nee, maar zijn laatste pokoe, In My Soul, dat heb ik geschreven. En ik heb je hebt voor Tycho geschreven? Nou, het lied bestond al van mij, mijn lied, maar ik heb het niet uitgebracht. Uh-huh. Dus toen hij hoe heet het nummer? In My Soul. In My Soul. Ja. English? Nee, Nederlands. Omdat ik vind als hij hier naartoe komt, weet je, vaak worden deze jongens gebracht naar bepaalde plekken waar niet echt, weet je, ze tot volle wasdom kunnen komen. En ik wil dat hij ook... Mijn gedachte was van, als je hier komt, dan moet je ook Nederlandstalig kunnen zingen. Want Dave Energy heeft alles, maar je moet ook verstaanbaar zijn, ook voor de Nederlandse crowd. Dus toen heb ik bedacht van, kijk, ik heb hier iets in mijn la, die mag jij hebben. En dan kan je het een beetje tweaken. En het is goed gegaan, het is plaat van het jaar geworden van hem. In zijn naam, ja. Maar zo. Van Saikwa, die heb jij geschreven en ook geproduceerd. Met Jinten. Ja. Een Nederlandse producer hebben we dat gemaakt. Dus het is gezongen, ja, alles tot droppen. Hey, maar jij bent zo vaak in Suriname en je bent legend. Ik bedoel, living legend. Maar het is niet dat ik living legend en living legend voor. Is dat wat doe jij dan met de Surinaamse artiesten als je dan daar bent ter lande? Oh, ik heb... Natuurlijk, ik heb dingen met Kater gemaakt. Laatst heb ik ook nog Benaya geholpen in iets wat hij deed. Een kleine voice erbij gedaan. Maar het is wel de bedoeling om wat meer, meer erin te steken dan wat ik nu doe. En ik was bezig met kantoor. Ik ben met zoveel dingen. Ik doe ook wat sociale activiteiten ben ik mee bezig. Dus ik heb niet echt de tijd gekregen om daarop in te zoomen. Maar voor mij is het nog een braakliggend terrein waar er zoveel mee kan gebeuren. We hebben hier possibilities die ze daar niet hebben. Ze hebben goede producer, waaronder Timo is ook een hele goede. Maar ik denk dat het wel bijna... Ik voel het als een soort van plicht om wel iets te doen. Om te proberen om een bijdrage te leveren aan het opkrikken van de Surinaamse muziek. Want hier hebben we meer mogelijkheden. Ik heb meer mogelijkheden hier in Nederland. Ja, jij bent het leven bewijs. Je hebt van genoten. En, ja, absoluut. Die mogelijkheden van hier hebben jou die stadium gegeven. Ja. Kijk, tuurlijk, ik ga mensen niet zeggen, noem mij geen legend of noem mij geen king. Uiteraard, maar ik weet wel, van, laat me niet naast mijn schoenen gaan lopen. Want als je geen kansen krijgt, dan kan je ze ook niet benutten. En kansen moet je natuurlijk maken, maar heel veel mensen hebben heel hard hun best gedaan en ze hebben het niet gemaakt. En ik kan niet zeggen, je hebt niet hard genoeg gewerkt, het geluk was niet aan je zijde, zoals het wel aan mijn zijde was. Toen Kees zei van, hey Kenny, ik ga jouw muziek tekenen. Snap je? Dus ik denk, en alles wat ik heb ooit gezegd van, Als ik alles zou terugkrijgen wat ik heb gegeven aan mensen, dan zou ik 2 jaar niet hoeven te werken. Maar als ik alles zou teruggeven wat ik heb gehad, zou ik straatarm zijn. Snap je? Dus het zal toch wel, we zullen elkaar moeten gunnen in het leven. En dan denk ik dat we gezamenlijk verder kunnen komen.
Ja, weet je, ik denk, ik heb geen onderzoek gedaan hoor, maar mijn ruwe schatting, het is, ik denk 50-50, 50% van jouw fans zijn in Suriname en waarschijnlijk ook die andere 50% in Europa. En nu doe je iets groots in Suriname, op 4 mei, komen er 4 mei, Cantoro. Heb jij over nagedacht over een Europese versie van Cantoro? Ja, ik heb erover nagedacht. Maar aanvankelijk dacht ik, het gaat dan om de Surinaamse artiesten die ik daar boek, om ze hier een andere stage te geven. Net wat ik zei eerder, dat er komen wel Surinaamse artiesten hier, maar ze worden op een bepaalde manier geëtaleerd, waardoor ze niet te zien zijn. En ik zou graag wel deze show hier naartoe willen brengen, maar dan voornamelijk met die Surinaamse artiesten. En misschien moet er nog meer mee gebeuren. Jij bent ontzettend bekwaam daarin. Volgens mij heb jij mij 15 jaar geleden al geboekt. Ik ken je in de auditorium, weet je? Ja. Laat maar. Ja. Okay. Ja. Dus, ik was er vroeg bij. Nee, je was er vroeg bij. Ik zeg het, hè. Broer, ik zeg die potentie. We waren samen bij United Sound. Hè? We waren samen bij United Sound. De eerste rhythm kreeg ik uit Jamaica. Ik gaf je een paar beats om op te zingen. Ik ben vergeten, want ik zag iets. Nee, ik ben het niet vergeten. Ik weet dat jij vanaf het begin... De naam Kenny B heb jij ook groter helpen maken, dus ja. Heb ik hem groter gemaakt of heb ik die naam bedacht? Er is zoveel onduidelijkheid over die naam, want je kwam bij mij als artiest en zei van, jongen, jij bent Reggio Hollando, Frans Pinas, ik ben Talawa. Ik zeg, Talawa past niet bij jou, man. Ik heb een commerciële naam voor jou. Mensen noemden mij zo, maar weet je waarom misschien moet je het verhaal vertellen waar de naam van Kenny B komt. Omdat... Toen ik op Pinkpop zat met Original Abraham, toen zei hij, when I say Kenny, you say B. Okay. Maar daar heb ik dan toen niet zo vastgehouden. Maar toen ik jou tegenkwam, toen had Rasfire, toen de tijd, die had gezegd van, ik ben Talawa, Ranking God, noemde hij mij. Allerlei van die rasternamen. Je weet waar waren helemaal in Bobo Shanti, dingen. Maar degene die mij wel heeft gezegd van Kenny... Al die namen die mensen geven, jij bent gewoon Kenny, het is gewoon een afkorting van je naam, jij bent Kenny B. Dus dat heeft mij wel doen beseffen, want ik heb weer ook een show gedaan in Nighttown. Daar ben ik dus, diegene over wie je... Ja, want ik had een show hier en toen had ik een naam verzonnen. Ja. Ik wil het niet zeggen, want ik schaam me een beetje. Maar jij kwam met een naam. B-Roy of zo. Ja, B-Roy, ik zeg nee man. En Rocco. Maar dat was geen eens mijn naam, dus gebruik je eigen naam. Maar ik moet wel. Ik moet wel de credits geven. Je hebt me wel mijn ogen geopend van, hey. Want wat was er? Jij zei ook tegen mij van, wie is de United Sound? Jij bent geen United Sound. Je gaf me voorbeelden van andere Bob Marley en de Wailers. Ja, Bob Marley en de Wailers of Black Uhuru. Wie is Black Uhuru? Als de zanger zijn naam ergens gaat optreden, weet niemand wie hij is. Ze kennen Black Uhuru of ze kennen hoe heet ze nou? Maar Michael Rose, als je zoveel mensen vraagt wie is Michael Rose, nobody knows him. Weet je, en hoe die liedzanger van Ali Campbell? UB40. UB40 kennen wij. Ali Campbell, wie is dat? Dus toen zei hij tegen mij, je moet je eigen naam hebben. En ja, tegenwoordig als ik mezelf ga zoeken, kan ik alleen maar tot Kenny B vinden. Ik vind geen B-Roy, ik vind geen United. Maar dat is mooi, toch? Want ik zeg het al, Kenny, je kwam bij mij en zegt van, ik ben onderdeel van een band, van een sound system, United Sound. En daar ben je ook nog van, artiest Talawa, en daar heb je nog een andere naam, B-Roy. Niet vertellen, ik schaam me kapot. Nee joh, maar daar ben ik voor. Maar het is goed dat je het vertelt anders een keer, maar dat Kenny B, man. Dat is, jij bent Kenneth Brown, Kenny B, dus je hebt niks nodig. Klopt, en nog steeds ken ik jouw band niet eens. Ik ken alleen Kenny B. Straks treed je op. We gaan naar Nederland nu. Straks treed je op in Zuidplein. Kenny B. Ik weet niet eens met welke band je optreedt. Wanneer ben je in Zuidplein in Rotterdam? 26 april. Oké. Okay. Dus kantoor hebben we nu afgerond, beste mensen in Suriname. Dat je weet het. Als je in Suriname bent en je wil alle grootheden zien in de Surinaamse dancehall zien. Ik ben bang om de line-up te noemen. Maar Psycho is erbij.
wie nog meer? Kenny B is door. Kater Karma is erbij. Karma. Big Star Tega. Aita Fez is erbij. Papa is in the house. Met is in the house. Je hebt de hele line-up. Het is veel. Hey, maar wat voor show wordt het dan? Is het gewoon een normale show? Like Flamboyant? Want is Kenny B, hè? Die naam is aan verbonden. En we hebben zelf naar beelden gekeken van jou. Van je ziet de setting hier, het decor, je ziet alles. Dus wat kunnen mensen verwachten? Want je naam is aan verbonden, hè? Nou, mensen kunnen een mooie show verwachten. Ik heb de line-up, zegt het al. Maar we gaan ook werken aan dingen vloeiend lopen. We doen er ook alles aan om mensen zo vroeg mogelijk daar te krijgen. Dat artiesten niet staan te spelen voor een lege Flamboyant of at live. En dan moeten we ons aanhouden. Het is at live, het is geen Flamboyant meer. Maar het is in alles. In alles wat we doen, proberen we dat zo excellent mogelijk te doen. Laat me daarop houden. Dus het is excellent met beelden, met decor, met screen, big screen, everything. Ja. Nice. Nee, maar we hebben geen screen op het podium. Ik weet niet wie dat ooit bedacht heeft. Uh-huh. Maar kijk, als je een show ziet, en maakt niet uit, een buitenlandse artiest is aan het optreden, dan is er wel een scherm achterin waar er beelden zijn. Maar dat zijn beelden die te maken hebben met hem. En je kan ook zien dat in Suriname heb je soms, niet om dingen af te kraken, maar dat kan je ook hebben, dat de artiest aan het optreden is en er is een motorreclame achter hem. Dat leidt af. Of dat iemand met een ijsje komt of zo. Dus je wil de artiest zien, tegelijkertijd wil je reclame maken. En het is al zo, weet je, je wil zoveel mogelijk de artiest in beeld brengen en dan heb je daar geen bewegende beelden. Dus bij ons gaan er geen bewegende beelden achterop zijn. Maar het is toch heel normaal. Als ik helemaal achterin sta en ik kan, het wordt druk. Dat is een feit. Dat ik jou kan zien op mijn scherm. Want de meeste shows zie ik alleen op scherm. Als publiek naar een show gaat. Ja. Ik dacht dat ze bedoelden dat achter op het scherm. Dat wordt voor de kleine gebruik. Nee, dan begrijpen we elkaar. Maar de core is wel internationaal. Ja. Dus wat jij in Suriname gaat presenteren op 4 mei in Kantoren wordt een internationale show. Zal ik dat zeggen? Nee, het is geen internationale show. Het is een Surinaamse show op zijn best. Maar het zijn Surinaamse international. Ik denk, als ik naar die line-up van jou kijk, dan zeker alle artiesten hebben al ooit in het buitenland opgetreden. Niet alleen in Nederland, maar België, Frankrijk. Die hele line-up. Ja, ik wil het niet internationaal. Is het internationaal? Maar ik wil het niet internationaal noemen. Omdat ik het gewoon het is gewoon een goed Surinaams product. Dus ik wil het niet meer. Het is ons verdienste. Als we het goed doen, dan is het onze verdienste. Het is een Surinaams product op zijn best. Internationale artiesten. Nee, ik heb het niet over, maar de standaard. De line-up. Die show. Ik bedoel line-up. Die show. Het geluid, de alles moet kloppen. Dat bedoel ik. Dat is alles moet kloppen. Kijk, wij, dat klopt wel. Alles moet kloppen. En, de backstage al waar de artiest komt. Alles moet kloppen. Ik denk dat ze dat normaal ook al hebben. Dat je een stage manager hebt. Dat alle VIP-decks goed bevoorraad zijn. Dat er mensen zijn. Dat je niet constant moet lopen roepen naar mensen. Maar dat mensen staan te kijken. Soundcheck al gedaan vooraf. Soundcheck, alles. Dat is wat we gaan proberen. Dat is internationaal. Ik ken de Suriname van Soundcheck. DJ, monitor zit me gewoon, technicus. Nee, ze zijn een beetje gegroeid hoor. Want we hebben de jongens van Malou zijn jongens die echt... professioneel zijn. Maar als je niet professioneel bent, dan wordt het moeilijk om te werken met professionals. Oké. Dat is Kantoren, beste mensen in Suriname. En Kantoren komt binnenkort naar Nederland. Ik hoop het. Natuurlijk, man. Je hebt mij net ook lopen zeggen van Kenny, dit moet je doen. Dus nu ga je die vraag stellen. Maar je weet dat als je genoeg capabele mensen om je heen hebt, dan moet het wel werken. En ik heb die mensen, en dat weet jij zelf ook. Zeker. Dus Kantoren is binnenkort in Nederland. Dit jaar nog? Why not? 2024. Laten we kijken als er nog ruimte is om dat te doen. Ja? Zoals het nu lijkt, al die mensen die erom vragen, zou het wel een goed idee zijn. Maar dan moeten we kijken. Kijk, er is een belangrijk ding. Hè. Je kan een idee hebben om iets te doen. Maar ik heb gemerkt, je zal
de capabele mensen om je heen moeten hebben. Ik geloof wel in mensen. Ga maar zitten. Maar wie is je kader? Wie zijn de mensen die jou scherp kunnen houden? En dat is het. Nou. Dus, en ik denk dat ik die mensen heb. Als ik zo naar jou kijk, dan ken ik. Come on. Je kent niet. We go way back. Way back. We gaan niet alles vertellen. Hij is live hier in Suriname. En tot besluit wil ik even met hem hebben over zijn Nederlandse tour. Wanneer is de Nederlandse theatertour begonnen? En hoe gaat die tour? Het gaat goed. Het is begonnen in Purmerend. In P60, sorry. En dat was heel mooi, was ook uitverkocht. Daarna Tilburg. En recentelijk heb ik nog Bergen op Zoom gedaan. Donderdag ga ik naar Purmerend, in Purmerijn. En vrijdag ben ik in Groningen. In Oosterpoort, denk ik. Deze maand, 19 april, 11 april. Ja, okay. Ja, vanaf donderdag al. En zaterdag ben ik in Delfzijl. Oké, maar weet je wanneer ben je in de grote steden? Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Want daar zitten mijn luisteraars nu te luisteren. Nou, ik ben 26 april ben ik in... Als ik het goed heb, want ik mag mijn eigen show datum niet vergeten, maar ik denk... Het is niet erg hoor, ik geloof, je hebt al een waslijst aan optredens. Het zou gek zijn als je alle data uit de tour zou kunnen oproepen. Maar ik wil wel dat jij die vier grote steden voor mij even bekend maakt, want daar is de bakenmat van de 80.000 mensen die dagelijks naar staan vast te luisteren. Die zitten in Paramaribo, Utrecht, Den Haag, zit ik goed, Rotterdam, New York... Miami, hier, hebben we mensen in Miami? Ik zie hier 25... Oh nee. Curaçao? Dubai is zo'n kleine groep, maar dat is 200 man. 100 man. 20 april. Sorry, we waren bezig met de... Ja, geef me de grote steden, nu. Nou, grote steden, ik weet het niet. Randstad, Amsterdam. Ik ben al voorbij... Amsterdam is al geweest. Ik ben nog in Purmerend. Purmerend? Groningen. Okay. Groningen is ook, daar hebben we mensen ook. Leiden. Leiden, ja, dat is persoonlijk. Ik ben in Breda, 25 april. En 26 april sta ik hier in Rotterdam. Rotterdam, Zuidplein. Oké. Okay. Yes. Nou, dat is bij deze gezegd, 26 april. Kennedy live in Zuidplein. Dan was het blijf hier, want hij gaat nog even een koffie drinken. En daar hebben we een special met Kenny. Alleen maar Kenny B muziek, een uur lang hier bij Standvaste Number One Station in Town. En dit is dan vaste live radio. Ik heb een special guest vandaag in de Kenny B special. This one is called Kenny B special. Kenny, welkom man. Fijn dat je hier in de studio bent. Dankjewel, lekker mag zijn. Ja, man. Hey, hoe ben jij eigenlijk begonnen met muziek maken? Oeh. Ja, misschien een lange story, maar... Het is heel lang, want ik was op de lagere school al hoge vreubel noemden ze dat. En ik had geen zin. Ik dacht, ik wil Michael Jackson worden, man. Zo is het begonnen. En ik heb het nooit meer losgelaten. Dus zoals als je jong bent, sommige kinderen willen brandweerman worden, andere politie, piloot. Ik wou vanaf dat ik eigenlijk geboren was, wou ik muzikant worden. En dus maar, ik heb gewoon mijn dromen gevolgd eigenlijk. Ja, maar het heeft wel een tijdje geduurd voor die doorbraak kwam. Ja, ik was 53 toen ik hier doorbrak in Nederland met Parijs. Maar in Suriname had ik al 13 nummer 1 hits voordat dat gebeurde. Maar was je focus was nooit op Nederland? Nee, want ja, weet je, toen ik hier kwam, als je Nederlands praat, en ik ging ervan uit dat ik goed Nederlands sprak, maar dan heb je van die mensen die zeggen, als je zegt, weet je waar ik naartoe moet? Dan zegt, weet je waar je naartoe moet? Dacht ik bij mezelf, oh, praat ik zo? Dan zal ik nooit in Nederlands gaan zingen, hoor. Voordat, weet je, ik dacht dat ik een zwaar accent had, totdat Kees de Koning zei van, kom op, het is gewoon mooi wat jij doet. Dus... Het heeft lang geduurd, maar ik heb nergens op gewacht als zodanig als een grote doorbraak. Hè. Ik heb nooit gedroomd van een platina plaat aan mijn muur of een award aan mijn muur. Snap je? Ik wou gewoon muziek maken, ik wou gewoon erbij horen. Maar ik keek wel op naar grote artiesten, maar ik had nooit gedacht dat ik ooit een award zou krijgen voor iets. Dus het is niet van mijn droom is uitgekomen, ik heb nooit zo groot gedroomd. Maar je hebt wel een paar awards in die tussentijd naar de war gesleept. Oh ja, wel. Hoeveel awards heb je? Oeh. Noem een paar bekende, belangrijke voor jou. Een belangrijke voor mij is... Bima? Ik heb 7 keer platina voor Parijs. Oké.
Ik heb dubbel platina met Ali B, met Let's Go. Ik heb een platina plaat met Kinderen voor Kinderen. Hm. Ik heb een Buma Award. Ik heb een Edison thuis. Ik heb... ik heb wat dingen staan. Dat is een museum. Is er een museum? Ja, het is een museum. Ik heb wat mooie dingen staan. Maar ik vind het ook belangrijk te zeggen dat ik... ik ben ook officier in de Orde van de Gele Ster in Suriname. Maar... Ben je ook in Nederland geridderd? Nee, in Suriname. Nog niet in Tilburg? Oh, in Tilburg. Ik heb wel een tegel gehad in Tilburg. Dus als je op station Tilburg komt, dan staat mijn naam daar wel in een tegel. Ja. Dat heb ik gekregen van de burgemeester natuurlijk voor de stad Tilburg. Mm-hmm. Maar ik ben ontzettend vereerd daarmee. Maar dat zijn niet, als ik even eerlijk, los van de muziek, is dat niet... sorry. Het is niet mijn grootste achievement. Ik vind nog steeds dat ik de gelegenheid heb gehad om te gaan bemiddelen in de oorlog in Suriname. En dat het daadwerkelijk tot vrede is gekomen. Daar is geen enkele oor tegen opgewassen, vind ik. Dat vind ik een mooi verdienst. Hè? Jij was de man. Voor de mensen die het niet wisten. Je hebt eerst gediend in het leger bij Boutussen als militair. Ik dacht, jij was meer belast met politieke zaken binnen het leger. En, maar aan de andere kant ben je ook bevriend met Brunswijk. Nou, niet alleen bevriend, familie met Brunswijk. En Boutussen en Brunswijk waren gebroeierd, ze waren in oorlog. En was jij dan de gebeten hond? Hoe moet ik het zien? Nou, ik ken het leger. Ik heb in het leger gediend. En toen de oorlog begon, ik was niet vanaf het begin erin, maar er zijn een aantal dingen gebeurd waardoor ik mij heb moeten aansluiten daar. Maar gelukkig had ik niet zo van Umko Kier Aladimang. Ik dacht van, dit is een broederstrijd. En hier moeten we een einde aan brengen. En de toenmalige legerleider Boutersen is naar Drietabbetje gekomen. En ze hebben samen afgesproken van, Kenny, kom naar de stad. En ik ga de onderhandelingen doorvoeren. En dat hebben we een jaar gedaan. Belangrijk is dat vanaf dat moment dat we nooit meer op elkaar hebben geschoten. Een jaar lang tijdens de onderhandelingen. En hebben we misschien niet zoveel bereikt. Maar we hebben wel bereikt dat we niet meer op elkaar hebben geschoten van dat moment. Ja, dat is heel veel. En, ja, en dat vind ik wel. Maar ik was toevallig wel in de positie. Ik zie mezelf ook niet van... Ik zeg, ik heb heel veel geluk. En soms kan je het pech noemen. Maar ik was toevallig in de positie... om dat te doen op dat moment. En andere mensen hebben meer gedaan dan ik. Andere mensen zijn doodgegaan voor deze strijd. En dat is veel meer offer dan ik ooit kan. Want ik leef nog steeds. Maar ik ben blij dat ik in de gelegenheid was. En dat ik de mensen kende. En dat ik vertrouwen had van beide partijen om onderhandelingen te doen. Ja maar oké. En nu is er vrede in Suriname al om... aantal jaren, tientallen jaren is er vrede. Merk jij dat er daadwerkelijke vrede is? Of is er, is er sprake van een gewapende vrede? Nee, er is geen anonimiteit. Er is geen vijandigheid. Dus niet dat ik dat merk. Er is geen vijandigheid. Je ziet geen gewapende vrede of zo, zoiets. Wat noem jij een gewapende vrede? Een gewapende vrede is er is vrede, maar het kan elk moment ontploffen omdat wij elkaar nog niet vertrouwen. En nee, wij zijn nog allemaal goed bewapend. Maar dan zou je die groepen moeten hebben die met elkaar willen vechten. En ik kan geen groep identificeren in Suriname die de wapens gaat opnemen tegen een andere groep. Ja. Ik zie het leger ook niet meer als een soort van bedreiging. Het leger wordt niet aangestuurd door mensen die van plan zijn om het binnenland aan te vallen. Ik denk dat het meest stomme zou zijn. Mm-hmm. Ik denk niet dat iemand in Suriname nog steun krijgt om op Surinamers te gaan schieten. Dat is het meest idiote wat je kan bedenken. Ik zie wel dat er... Kijk, in de politiek is het altijd zo. Politieke leiders zullen altijd mensen naar zich toe trekken. En als er nog een politiek leider is, dan zal die andere groep naar zich toe trekken. En uiteindelijk zal er een kleine rivaliteit zijn. Maar dat is ook hier zo. De VVD'ers, die hoeven niet iedereen te lusten die meedoen met de regering hier. Maar dat is normaal. Dus, maar dat er ooit in Suriname zo ver komt dat mensen met elkaar een gewapende strijd gaan voeren, dat zie ik niet meer gebeuren. Oké, nee, maar dat hoor ik soms als ik interviews maak met emotionele burgers van Suriname. Dan hoor ik dingen van ja, burgeroorlog als zo doorgaat, etnische strijd en dat soort dingen. Ik maak andere soort programma's. Dus. Hier in Nederland wordt dat toch ook geroepen?
Van de overheid die zit ons te belasteren en er moet gewapende strijd komen. Er wordt van alles overal geroepen. Nou hier niet. Geroepen van ja, ik hoor van voor vastboten of jouw probleem. Weet je, dat soort dingen hoor ik wel. Maar al die dingen die je hebt geroepen, welke is uitgekomen? Alle dingen die ze geroepen hebben. We kunnen toch geen planning gaan maken op basis van sentimenten van mensen. Weet je, er is een regering gekozen en dat is wat er in Suriname aan de hand is. Mm-hmm. Er is een regering gekozen door het electoraat. En als je aan de macht wil komen, dat is de enige manier waarop je dat moet doen. Maar jezelf omhoog schieten, dat is niet meer van deze tijd, denk ik. Dus ik kan wel begrijpen door de omstandigheden waar mensen in zitten. Kijk, ik hoef het niet eens te zijn met dingen, maar ik kan het wel begrijpen. Weet je, dat mensen in een bepaalde omstandigheid zitten en geloven dat hun heil zit bij één iemand. Ja, uiteraard, als je zegt van Amman dat moest kiezen straffen of zo, dan heb je ruzie. Maar Suriname is niet een. Suriname zijn geen violent volk. Hè? Er is iets vreselijks gebeurd. Dat die oorlog is ontstaan. Maar dat is niet ontstaan omdat de Surinamers zo dachten. Dat is ontstaan omdat een paar mensen in Suriname die macht hadden. En mensen onder zich hadden, hebben dat zo ver gekregen. Maar het is niet iets dat wij zo'n violent volk zijn. Maar dat zeg ik niet gelijk. Maar ik denk, ja, 1980 was er een coup. En daarna was het 82. Weet je, en weer tegen coup, Hauke, Rambokus en Binnenlandse Oorlog. Ja, maar ik weet het niet. Kijk, jaren 80 kan je niet zeggen van Suriname was geen violent volk. Nee, maar kijk, er is altijd iets geweest, maar toen, als je met gewapende mensen ruzie krijgt, dan kan het zo uitpakken, weet je. Er was een vakbond, mensen zaten daar in Bomica, er zijn dingen gebeurd. Het zijn militairen, dus op een gegeven moment, kon dat. In die tijd was het ook, het was de tijd van de revoluties met Cuba en Nicaragua en al zo dingen. Hoe lang heb je niet meer gehoord van een revolutie in Zuid-Amerika? Bestaat niet meer. Afrika nemen die Afrikaanse landen. Dingen over en ik weet, ik kan niet zeggen dat ze fout bezig zijn daar. Het is niet meer van deze tijd. Nee, ze waren, ja. Dus ik denk niet dat nog gaat gebeuren in Suriname, dat mensen tegen elkaar gaan vechten. Maar ik denk dat door bepaalde welvaart in Suriname, dat heel veel, waaraan heel veel schort, dat mensen gedreven zijn daardoor en bepaalde uitspraken kunnen doen. En dat zou in de leiding misschien wat meer aangedaan moeten kunnen worden. Mm-hmm. Maar je bent in Suriname. Hoe is Suriname nu dan als land als je kijkt naar de bevolking, de mensen in Suriname? Hoe doen ze het? Hoe maken ze het? Je bent... Hoe maken de mensen het? Ja, neem vanaf jouw expertise, cultuur, kunst... Muziek. Als het slecht gaat in het land, dan zal het over de gehele linie zo zijn. Dus het zal niet zo zijn dat het helemaal goed gaat bij sociale zaken en dat het onderwijs helemaal wegrot. Het is overal een beetje hetzelfde. Weet je, en we hebben. De wereld is zoals het is nu. Weet je, iedereen heeft last ergens van. Suriname zal niet gespaard blijven. Alleen persoonlijk, als ik mijn persoonlijke mening is dat ik soms denk met de middelen die we hebben, dat we net iets meer zouden moeten kunnen doen. Snap je? Maar ik ben voorzichtig. Ik heb niet alle data om mensen te kunnen beoordelen op basis van de data die ik voor mijn neus heb. Maar ik geloof wel dat het niet zo slecht gaat hoeven te zijn. En dat mensen die zichzelf kandidaat stellen voor allerlei functies binnen de overheid, dat ze zich daar wel van bewust moeten zijn van, kan ik wel iets betekenen voor het volk en hoe zouden we dat moeten doen? Dit is een special wat we hier hebben met Kenny B. Dat wil zeggen dat wij zijn muziek afdraaien. En dit stukje wil ik even met hem focussen op Suriname. En dat is het laatste wat ik ga doen met Kenny B. over Suriname. Kenny B, we hier praten over iedereen die bij ons belt. Dan hebben ze meestal een beeld of een mening of feiten hoe het slecht het gaat in het land. En daarbij, jij zal het ook zien. Dus iedereen is daarvan overtuigd. Maar wat moet er gebeuren? Hoe kunnen wij Suriname vooruit krijgen? Hoe kunnen wij Suriname verheerlijken? Hoe noem je dat? Op grotere hoogte krijgen. Hoe kunnen wij dat doen? Wat moet er allemaal gebeuren?
Ik zou heel blij zijn als ik een antwoord kon geven. Natuurlijk heb je mij, je bent wereldburger. Dus je hebt afgekeken bij de buren of bij daar. En dan kan je zeggen van jongens. Nee, ik weet het niet. Anders zou ik meteen bij de grote bazen daar voor de stoep gaan staan. En zeggen van jongens, weet je wat. Nee, ik weet het niet. Ik denk, wat ik denk is dat iedereen, alle Surinamers, alle volwassen Surinamers, moeten kijken op welke wijze zij zelf iets kunnen bijdragen. En daar draag je ook iets bij als je ook werkt aan jouw eigen, aan jezelf. Hè? Je bijdrage aan Suriname hoeft niet te zijn dat je iets moet gaan doen voor iemand. Maar als je jezelf opkrikt, als je jezelf op schoolt, weet je, dan denk ik dat je ook bezig bent met het beter maken van het land. Ik heb geen adviezen voor mensen. Ik vind wel dat als je in de overheid zit, dat je hart op de juiste plek moet hebben en gewoon put your money where your mouth is. En de politici van nu, hebben ze dat? Ze hebben zo'n, they put the money where the money is. Wel, dat zeg ik, daar kan ik daar niks van zeggen. Ik zie wel positieve ontwikkeling. Ik zie wel mensen die wel hart voor de zaak hebben. Maar nogmaals, ik heb niet genoeg data om te beoordelen of de minister van Financiën. Heb jij iets met politiek? Ik hoor je nooit praten over politiek. Ik zie je nooit op politieke podia. Nee, ik zal nooit op een politiek podium komen. Nee, dat is jouw achtergrond ook, toch? Als student. Ben jij voor doorgeleerd politiek en wat er nu gebeurt en Suriname politiek. Waarom ben je zo afstandelijk? Ik ben niet afstandelijk, maar ik ben voor de Surinamers. Ik heb in het leger gezeten, broer. En in het leger waren mijn collega's Hindoestanen, Javanen, Chinezen, inheemse. Weet je, en we waren allemaal bereid te sterven voor dat land. Weet je, dan wil ik nu niet meer meedoen in iets wat zich een beetje etnisch manifesteert. Ik wil niet een grote groep Surinamers tegen mij hebben, want dan ben ik voor partij X, dus ik ben tegen partij A, maar dan zijn een grote groep Surinamers weer. Dus ik vind dat als ik iets kan doen, dat het een nationaal ding moet zijn, dat het voor iedereen moet zijn, en moeten gaan identificeren met een bepaalde partij, dan zou ik, ja, dan neem ik een verantwoordelijkheid op mij, en dan moet ik ook, I have to put my money where my mouth is also. Als ik niet actief in de politiek ben, en ik weet, ik zal niet zeggen ik heb invloed, maar mensen willen wel eens luisteren naar wat ik te zeggen heb. Dan vind ik niet dat ik sporadisch iets moet zeggen om vervolgens weer met muziek bezig te zijn. Weet je, er zijn mensen die er constant mee bezig zijn, dat is hun werk. En ik hoor iets en ik doe maar een appassant, een uitspraak, en voor de rest ga ik weer bezig zijn. Ik vind van als je politiek bedrijf gaat, dan politiek bedrijven, maar ga niet zomaar iets zeggen en dan heb je een bom gegooid en dan loop je door. Ja, maar dan nog heb je niet geantwoord. Mijn vraag is, waarom heb je zo'n afstand van de politiek, terwijl jij daarvoor opgeleid bent? Jaren 80 alleen, toch? Jaren 80, toch? Omdat ik nu muziek heb, maar je moet ook je kansen, je moet ook, kijk, voordat je iets gaat doen, dan moet je ook weten, wat zijn de mogelijkheden, wat zijn mijn opportunities om daadwerkelijk hetgeen wat ik nu aan het volk ga beloven, om dat voor elkaar te krijgen. Ik kan niet in mijn eentje Suriname gaan veranderen op basis van mijn kennis. Ik heb net hier tegen jou gezegd, moment waarop je iets wil doen, jij kan het wel willen doen, maar heb je het kader om het te doen? Heb je de geschoolde mensen om het werk, wat jij zegt, want niet, op dat niveau heb je heel veel mensen nodig, die alle neus, het moet niet zo zijn van, je hebt een kader en 20 mensen en 20 mensen hebben 20 soorten antwoorden. Weet je, dus ik kan wel zeggen van, ik zou wel iets kunnen willen betekenen ergens op een bescheiden manier, maar wat zal ik daaruit halen? Heb ik die kansberekening voor mezelf gemaakt van, als ik in de politiek ga, dan ga ik daadwerkelijk iets veranderen? Dat weet ik nog niet zo zeker. En ik geloof dat er een heleboel mensen met hele goede zin daarin bezig zijn. Maar ik zie ook hoe gefrustreerd ze raken, omdat ze niet de mensen om zich heen hebben die ook dezelfde gedachten hebben. Want ook al ben je minister, maar je moet ook een goede directeur hebben. En ik zeg niet dat die mensen er niet zijn, maar ik weet niet waarop er wordt gekozen. Misschien zeggen ze, ja, je hebt wel de kwaliteit, maar je hebt niet de juiste partij. Dus dan gaan we jou ook niet vragen. En dan krijg je de pop aan het dansen. Dus dat ik niet meedoe is omdat ik op dit moment niet denk dat ik op een bijdrage zou kunnen leveren op het niveau dat dingen gaan. Jij gelooft niet dat je een bijdrage zou kunnen leveren? Ik kan een bijdrage leveren. Uh-huh. Maar laat me zeggen, niet op dit moment. En misschien kom ik hier in dezezelfde radio-uitzending zeggen van, vanaf vandaag ga ik in de politiek omdat ik dat en dat denk. En omdat er genoeg kader aanwezig is om met dezelfde ideeën zoals ik en om het volk. Maar weet je,
Het is gewoon van... je moet het volk kunnen motiveren. Ja. Daarom hou ik van de democratie, toch? Als jij vindt, als jij komt vertellen van... Hey, als ik win, geef ik iedereen een miljoen. En mensen geloven dat. En jij wint, heb jij eerlijk gewonnen. Mensen hebben jouw verhaal gekocht. Snap je? Dus, en niet dat het eerlijk is. Maar zo werkt het. Als ik zeg, hey, mag je alles maar aan doen. En ze stemmen voor jou. Kan niemand zeggen, je hebt gelogen. Of je hebt gelogen, dus je moet aftreden. Nee, ik heb iets gezegd. Toen dacht ik dat het wel zo zou zijn, maar nu zie ik het. We hebben hem hier, de visie of Kenny B. En zo doen wij dat in Diaspora Talk. Dus wij nemen Surinamers, vooraanstaande Surinamers, vaak hier in de show, in de uitzending op de radio. En dan gaan wij even luisteren hoe zij kijken naar Suriname. En we delen de visie of wij delen of niet. Het staat niet als luisteraars. Ik kan niet bieden, maar als jij iets zou kunnen betekenen voor Suriname, wat zou jij willen doen voor Suriname? Wat? Le Kenny B. Serifiel, Suriname, wat zou jij willen doen in het land? Is eigenlijk, wanneer we praten over Suriname, is het miniem wat ik kan doen. Ik kan lekker muziek maken voor de mensen. Ik kan mensen troosten met muziek. Ik kan artiesten bij elkaar halen. Ik kan proberen om wat sociale projecten te doen. Maar hetgeen wat Suriname nodig heeft, is leiderschap. Zijn mensen waar we naar opkijken. En dat hebben we niet. Lead by example. Ik heb niet gezegd dat we dat niet hebben, anders was het land alleen. Maar is niet. De juiste leiderschap die wij nodig hebben, dat hebben wij nu niet, toch? Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik kan het wel zeggen. Nee. Ja, dat kan jij wel zeggen. Jij maar ik heb niet genoeg data om dat te... ik heb niet genoeg informatie. Stel nou dat ik hier dingen ga lopen hier roepen. Hier moet je mening geven, ventileren. Daar zijn wij voor, standvastig. Wij zijn onafhankelijk. Maar weet je dat het correct is om op je woorden te letten wat je zegt? Ja. Want nu zit ik hier in een gesprek, een soort van politiek gesprek. Oh nee, en ik zeg iets... En straks ga ik naar huis en dan ga ik me niet meer hiermee bezighouden, maar dan ga ik lekker pokoe maken. Je mag weten wat je zegt. Ja. Weet je, ik mag weten wat ik zeg, waardoor ik andere mensen niet in een verkeerd daglicht breng en plaats. En zeg van, het wordt niet goed gedaan. Maar hoe kijk je naar het leiderschap wat u nu hebben? Wat we nu hebben in Suriname? Ja, leiderschap, ja, president, vicepresident. Beleidsmakers, directeuren, CEO's. Hoe kijk je naar totaal leiderschap? Ik kijk niet zozeer naar leiderschap van hoe mensen het doen. Ik kijk gewoon naar het volk en hoe het met het volk gaat. En dan zie ik dat grote delen van het volk het niet zo goed heeft. Maar misschien hebben de mensen wel hun best gedaan en het is niet gelukt. Dat kan ook, toch? Maar ik zie wel dingen die me pijn doen. Als ik zo'n... laatst sprak ik een jongen van Hindoestaanse afkomst, die zit bij een benzinepomp en die krijgt €5 per dag. Betekent dat als iemand een bus heeft betaald en een broodje heeft gekocht, dat hij gewoon voor niks heeft werkt. Maar dan vind ik extra pijnlijk, omdat ik weet dat hij wilt werken. Zoveel mensen doen van alles om aan een beetje geld te komen. Ze kiezen er niet voor om te gaan roven, om andere mensen dingen afhandig te maken. Maar ik denk van, hoe gemotiveerd moet je zijn om voor €5 hier te komen werken elke dag? En dat soort dingen doen me wel pijn, want ik heb niet genoeg geld om iedereen geld te geven. Maar het is mijn volk en iedere keer als ik mensen hoor klagen... En natuurlijk is het niet zo dat iedereen die klaagt dat het daadwerkelijk zo heavy hoeft te zijn. Maar ik geloof wel dat als we de koppen bij elkaar steken, dat Suriname er net iets beter uit zou kunnen zien als we eerlijk zijn met elkaar. Het tweede deel gaan wij verder dan met de muziek en het entertainment. Dit is live aan een Kenny B special. Ik wil deze draaien, want deze wordt vaak gedraaid hier. Maar ik weet niet, luisteraars hebben iets met dit. Voor mij is zo'n oud nummer in Suriname. Volgens de overlevering van Cisco Boys. de eerste band van Kenny B. En later de superster in Nederland geworden met Parijs. Een absolute nummer 1 hit. En als ik hier kijk, dan zie ik dat die Parijs al meer dan 60 miljoen keren gedownload is bij Spotify. Alleen Spotify praat ik niet over Apple Music en alle andere streamingdiensten. Maar bij Spotify is hij al 60 miljoen keren beluisterd. Kenny B. Dat is een mijlpaal, man. Een artiest die 60 keren beluisterd wordt. Ja, 60 miljoen, sorry. 60. Het begint bij 60 keer. Nee, ik ben er ontzettend blij mee. Ik had zelf zo niet zien aankomen. Het is net een boom, hè. Je plant, je gooit een zaad. Mm-hmm. En op een gegeven moment gaat die groeien. Dat wordt een heel grote boom. En dan, weet je, dan kan je zeggen van, ja, dat is mijn boom. Het is zo groot geworden. Maar je hebt een zaadje geplant. En zo zie ik dit ook. Ik doe er nu niks meer aan. En mensen blijven kijken. Ik ben er hartstikke blij
blij mee. En ik bedank ook de mensen die mij toen hebben geholpen om dit voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Dat is mooi, man. Weet je, ik had je lang geleden eens een keer gevraagd van... wanneer ga je weer een Parijs maken, een hit? En toen zei je... Ik weet niet of je het antwoord nog kent. Je zei toen van, joh, ik kan je niet beloven dat ik nog een groot hit maak. Maar ik kan je wel beloven dat ik mooie muziek blijf maken. Ja, weet je dat goed, nog? Je hebt een goed stel hersenen. Ja, dat denk ik van wel. Ja, ik maak muziek voor mijn fans. En alhoewel, fans, ik hou niet zo van die naam. Maar goed. Nou, ik, dat zijn er al een paar, hoor. Maar ik maak muziek voor mensen. Er zijn nog steeds zoveel mensen die naar mijn shows komen voor andere nummers. Stel je voor dat je maar één nummer had en dan zou je geen show kunnen draaien. Dus... voor Suriname is het geen Parijs, is het Asamade of Faudea, wat je net hebt afgedraaid. Mm-hmm. En zo maak je nummers voor de mensen. En als het ooit zover komt dat ik weer zo'n grote hit heb als Parijs, is wel, dan zou ik wel blij zijn. Maar daar is dat droom ik niet van. Nee, want kijk, stel nou dat al het mooie wat moet gebeuren in de future is, ik kan toch ook genieten van nu. Ja. Nu is ook een mooi moment. Ik heb jou al lang niet gezien. Ik zit hier lekker bij Standvaste Radio. Ik zit echt niet met mijn hoofd bij. Wanneer komt nou die grote hit? Ik ben blij dat ik het een keertje heb mogen doen. Ja. En als het weer gebeurt, is het goed. Maar als je nu... Het is alsof... Vaak is het zo bij mensen. Al het mooie is in de toekomst. En als je het mooie hebt bereikt, dan zit weer het mooie in de toekomst. En dan leef je eigenlijk nooit. En ik voel me goed. Ik ben blij met alles. Voor mijzelf gaat het goed met mij. En ik vind het jammer dat zoveel dingen niet goed gaan. Maar ik ben wel tevreden over waar ik sta in het leven. Ja. Nou, waar sta je? Aan de top of the world? On the top of the game? Nee, man. Weet je wat het is? Dit is mijn werk. He, en wie je ook bent, je moet nou even hier zitten om dit werk te doen. Ik kan niet tijdens jouw optreden, wie ik ook ben, ik kan niet opstaan nu en zeggen ik ga weg. Dan moet ik me ook aan de dingen houden, aan de tijden houden. Maar belangrijk is dat je kan eten, drinken. Ik heb iemand horen zeggen, als je een dak boven je hoofd hebt, je kan eten en drinken, gaan en staan waar je wilt. Natuurlijk, ik heb het niet over reizen. Dan heb je het al beter dan 80% van de mensheid. Snap je? Dus als je kijkt naar hoe het om ons heen gaat. Nu, as we speak, mm-hmm. vallen er bommen op mensen in hoofd en moeten ze gras eten. We geven 16 miljard uit. Er is 60 miljard euro, miljard dollar goedgekeurd. Alleen maar voor de oorlog. Ja. Weet je, terwijl je met 2 miljard zoveel mensen zou kunnen helpen. Het is nou eenmaal hoe het is. Maar, ik heb daarom... het nooit zo gezien, hè. Ik dacht, ja, 16 miljard, 60 miljard aan Oekraïne, vind ik normaal. Maar met 2 miljard kan je heel veel mensen voeden, zeg je. Met 2 miljard kan je heel veel mensen voeden en er worden... Maar wie ben ik om dat te bagatelliseren van, moet het maar, zo... Wereldburger. Maar ik zeg wel van, wees blij als je kan... Kijk, ik hou van Podosiri, je weet. Me too. Ik hou van Podosiri. Maar als ik jou nou 10 miljoen geef, wat voor Podosiri ga jij drinken dan? Zelf de Podosirio. Okay. Jij hebt 10 miljoen. Ik heb... Ik ga broodje de gaas nog altijd. En we lekker. Gaan nou naar Kim Fui. Wat ga jij eten wat te maken heeft met jouw geld? Of niks. Hoe slaap jij dan? Ga jij, als jij 10 miljoen hebt, kan je dan 24 uur lang slapen en gewoon als herboren eruit komen? Nee. Nee. Weet je, dus het is hoe je dingen waardeert. Het is hoe je naar dingen kijkt. Sommige mensen... Nee, maar je relativeert geld dood, man. Ja, maar dat is het, bro. Mensen hebben zelfmoord gepleegd met miljoenen op de bank. Dat klopt toch ook? Het is hoe je in het leven staat. Weet je, als ik nu met jou naar een arm land zou gaan in Afrika, dan zou je daar zien dat die mensen die daar 1 euro per dag voor verdienen, dat ze ook genieten van het klein beetje eten wat ze hebben. Dat ze ook mooie verhalen hebben bij het kampvuur. Snap je? Dus, je kan, dus depressief, ik, je kan ook met je miljard op de bank depressief zijn. Je zou niet verwachten dat mensen als Elon Musk boos worden op internet en dingen komen vertellen van dit is niet waar en zo. Terwijl iemand 260 miljard heeft, met dat soort bedragen moet je nooit meer boos worden. Snap je? Het geld is nodig, vooral voor de arme mensen. Dat ze, het moment waarop dus ook al heb je 10 miljoen, je gaat die 10 Podosiri blijven kopen. Ze kunnen niet... Kijk, stel, er is geen Podosiri die gemaakt wordt voor mensen met miljoenen. Ga naar de Albert Heijn en zeg ik ben multimiljonair, mag ik een pakje brood van 300 euro? Hebben ze niet. Oké. Okay. Nee, dat is een feit. Dat hebben ze niet. Kaas is kaas, anders moet je eigen kaasfabriek beginnen. Dus de meeste dingen, de meeste normale dingen, ja. Die zijn niet zo duur. Dus ja. Kijk,
Ik zou blij zijn als ik... Ik kan geen eens 8 uur slapen. Ja, maar als je nu zegt, jongen, Kenny, ik heb een paar 5-sterhotels gezien in mijn leven door artiestenleven, door toeren met artiesten. Maar het ontbijt is overal hetzelfde. Die heb ik ook thuis. Het is brood. Het is precies hetzelfde. En misschien is het geen eens zo lekker als wanneer je het zelf thuis maakt. Ik ook dus ik zeg, niet dat geld niet belangrijk is, maar er is geen groot verschil tussen 2 miljoen en 3 miljoen. Want je leven gaat niet significant veranderen als je nog een miljoen erbij krijgt. Of nog een miljoen en nog een miljoen. Je kan meer mensen helpen. En daar zou ik blij mee zijn. Als ik zoveel geld zou hebben dat ik kon zeggen van... Ik haal alle zwervers van de straat in Suriname. Ik ga alle weeskinderen beter faciliteren. Dan is geld waard. Dan is geld iets waard. Maar voor jezelf, bro... Maar waarom willen... Ik focus op Suriname, want dat is zo'n radio voor ook. Waarom willen mensen steeds meer hebben? Vooral politici. Veel meer gronden, grond. Veel meer geld. De staat blijven bestelen. Wat zijn er dan? Op een gegeven moment is het toch... Ben je verzadigd, is het toch genoeg? Ja, hoe kijk je naar dat soort mensen dan? Ik kan ze niet kwalijk nemen. Je kan ze niet kwalijk nemen? Nee, als jij meer wilt... dan jij kan gebruiken. Als jij steeds meer wilt en de rest krapeert... dan denk ik niet dat je slecht mens bent. Dan denk ik dat je een tekortkoming hebt. Dat is erger dan een slecht mens. Nou, is een tekortkoming. Als jij niet kan inzien... van we zijn mensen onder... zelfs als jij jezelf beter vindt dan een ander... op basis van zijn huidskleur of zijn geloof... Ja. Dan denk ik dat het een tekortkoming is. Dat je niet... ja. En dan kan je er waarschijnlijk niks aan doen. Maar het is niet altijd zo dat wanneer mensen goed gebekt zijn... dat ze alles, dat het qua gevoel ook goed is met die mensen. Dus ik kan geen enkele politicus in Suriname zeggen van... hij is zo of hij heeft gestolen of zo. Want dat is niet mijn informatie, maar... Ik heb wel die informatie over van politici die meer gronden nemen. Balk Maaien, de jockey. En dan, 300, 400 hectare grond, toch blijft die nog willen. Mensen zitten in de regering die gewoon het land bestelen. Maar dat is toch niet alleen minister daar vluchten. Als ik iets mag zeggen. Als er een Surinamer is die 500 hectare grond en dan weer... Als hij dat kan krijgen, dan ligt het niet alleen aan hem, toch? Dan ligt het... aan een keten. Dan is hij gefaciliteerd. Door een hele keten, toch? Ik ken die hele, dit verhaal helemaal niet. Ik ken het wel. Ik hier lastig mee val met het soort dingen, maar dat is mijn programma's. Daar gaan die dingen over. Ik wil iets zeggen tegen jou. Mensen... Mijn moeder zei, ieder vogel zingt zoals hij gebekt is. Ja. Dus... Rotterdam ziet er goed uit, omdat de politie hier rondloopt. Omdat brandweer hier is. Stel nou dat die mensen er niet zijn. Stel nou dat er geen regels zijn. Stel nou, dan is het hier een van de worst plekken om te wonen. Als er nu een alarm binnenkomt van... politie komt niet als er iets gebeurt. Niemand komt meer buiten. Dezelfde mensen die hier elke dag rondlopen. Als ze horen de politie functioneert niet als er iets gebeurt... komt er geen politie, niemand gaat naar buiten... Want ze zijn bang om de mensen die ze elke dag zien, om die tegen te komen. Want dan weet je niet wat er gebeurt. Dus alles in een normale samenleving moet alles geordend worden. Maar je kan niet zeggen van ja, er ligt daar 100 euro op de grond en iemand gaat het pakken en loopt ermee weg. Dat moet hij niet doen. Nee, dat gaan ze doen omdat niemand er iets van zegt. Dus ik kan iemand die... Er zijn mensen die gul zijn en er zijn mensen die gierig zijn. Als je gierige mensen de mogelijkheid geeft om je hele huis leeg te halen, gaan ze het doen. Dan kan je zeggen, hoe kan je dat doen? Omdat ze zo... Dat is hun inborst. Dus ik ben er niet voor om de individuele mensen te gaan beoordelen. Ik denk dat er in een land... Dat het geleid moet worden door capabele mensen die hun hart op een juiste plek hebben. Als je naar bijvoorbeeld Kenia gaat. Dan kan je niet rondlopen met een plastic tas. Je zou het wel willen, maar je krijgt een dikke vette boete als je daarmee rondloopt. Weet je, als je naar bepaalde landen gaat en je komt dan met een zakje drugs, dan hakken ze je kop eraf. Dan kan je toch voorstellen dat er niet op iedere hoek een dealer staat. Dus ik ga mensen niet beoordelen nogmaals. Ik ben zelf ook niet perfect. Maar ik ga het niet vreemd vinden dat er mensen zijn die gierig zijn. Dat is met Uzalem. Die hebben hulp nodig, dat soort mensen. Die hebben misschien gaan ze niet acknowledgen dat ze hulp nodig hebben. Maar als jij mensen laat kraperen, als jij rijk bent en nog steeds meer wilt...
Ja, dus ik heb het niet over zie. Die. Ik weet niet eens meer hoe die. Maar niet zo, politici. Ik heb het niet politici. Er zijn ook andere mensen die mensen uitbreiden. Nee, maar ik vind het niet zo erg hoor. Als iemand hard werkt en John de Mol werkt hard. En mensen moeten hard werken voor hun salaris. Maar als jij daar zit als minister van Financiën. En jij moet vluchten omdat je geld van het land gestolen hebt. Als jij daar zit op een ministerie. En maar je begrijpt het niet, zeg jij? Ik kan het niet begrijpen. Ik denk niet dat het meer van deze tijd. Omdat jij ervan uitgaat dat die mensen precies zo denken als jij. Ja, het is niet meer van deze tijd. Waarom ga je stelen? Je hebt een mooi salaris. Ja, maar het gebeurt toch? Ja. Ja, wat kan ik eraan doen als het regent? Ik bedoel, je kan zeggen, ja, het is toch mooi weer, maar toch, het regent. Ja, dus, maar, dus zo ook moet je kunnen inzien. Ik praat niet goed. Maar die gelatenheid, dat stoort mij. Ik praat niet goed dat mensen dat soort dingen doen. Maar je moet het wel begrijpen. Weet je, we lopen al lang hier rond op de wereld. Net als op school zeggen mensen, zegt de juffrouw op een gegeven moment als je proefwerk maakt van pennen neer. Betekent, als je het nu weet, heb je een probleem. Want nu is het afgelopen. En zo moeten we als volwassen mannen denken van, hé, dit is niet iets nieuws wat er hier gebeurt. Sommige mensen zullen altijd zo zijn. Er worden vandaag baby's geboren die straks grote schurken gaan worden. Daar kunnen we niks aan doen. En sommigen zullen rechters worden en advocaten. Snap je? Maar het is wanneer je zegt van, er is een minister en die gaat alleen maar lopen stelen. Dan heeft degene die hem heeft aangesteld haar werk niet goed gedaan. Zo kan je het ook zien. Want als je nu achter de markt gaat in Suriname en iemand zit daar vis te verkopen. En je vraagt aan iemand, wil je minister van weet ik, sociale zaken worden? Of van visserij? Ja, maar ik dacht, joh, dat nam je z'n nafis. Ik zei, ja, die man pas, maar ik heb de man van power niet. Ja. Weet je, ga ik hem kwalijk nemen dat hij toch minister van LVV wil worden? Nee, ik ga jou kwalijk nemen dat je hem aanstelt. Juist. Ja, ja. Juist, maar hij mag toch blij zijn van, boy, look on up, is mijn beste idee. Nou, dan ben ik metrominister. Ik bedoel, dat moet je toch kunnen begrijpen. Dus ik weiger om mensen individueel kwalijk te gaan nemen voor wat er gebeurt. Nou, wat moet ik zeggen dan? Ja, jij bent voorzichtiger, maar ik denk, kom op man. Het moet niet gebeuren, broer. Have a heart. Laat me jou iets zeggen. Ja. Als iemand jou een klap geeft, toch? In een bar. En je pakt gelijk een stoel en je slaat die man op zijn hoofd. Ik snap dat jij boos bent. Ik snap jouw reflex. Maar ik snap ook dat de rechter zegt, daar sta je, daar moet je 2 jaar voor de bak in. Snap je? Dus ik zeg dus niet van dat ik het begrijp en dat het goed is. Ik begrijp het, maar het moet zeker afgestraft worden. Ik wil je niet forceren met politiek, hè, want jij moet nog naar Suriname. Jij bent nog vaak daar. Jij hebt vrienden in alle gelederen. Nee, ik heb vrienden in alle gelederen, maar nogmaals, het dus is daarom, niet mijn, ik ben ik, muzikant. Ik, ja, ben maar muzikant. Dat weet ik ook. En ik weiger om dingen te roepen alsof ik een soort van zondagspoliticus ben. Als het me uitkomt, ga ik me bemoeien met de politiek. En als het niet uitkomt, weet je. Kom je nooit uit. Huh? Dat kwam je nooit uit. Politiek. Nou, dan moet je er consistent mee bezig zijn. Dan moet je niet in ding komen roepen in Frans Pinas en uitzending. Je roept het nooit. En dan, ook, en we zijn al een uur bezig. Je hebt nog niet iets geroepen waar je denkt van, wauw, ai boy, daar kan het electoraat iets mee. 25 mei 2025 is aanstaande. Ik ga niet op de man spelen. Ja. Weet je, ik ga niet zeggen, want wat heb ik eraan om 1 assembleelid aan te vallen of 1 minister aan te vallen in een groep van mensen die vinden dat hij de beste man is voor die job? Weet je, hoeveel invloed heb ik of ik ga alleen maar een distraction erin gooien, maar wat betekent dat concreet? Ik ga politieke uitspraken doen wanneer ik weet dat die uitspraken wel aankomen en dat er dingen gebeuren, want anders ben ik de zoveelste man die een of andere iets begint en dat gedoemd is te falen. Ik voel mij geroepen om mensen in publieke functie, politieke functie die betaald worden door de staat, om die te volgen, kritisch te volgen. Dat is mijn werk. Wat doe jij? Kritisch te volgen. Mensen die betaald worden door de staat, die in publieke functies zitten. Zou het niet aan de staat moeten zijn om ervoor zorg te dragen dat de juiste mensen daar komen te zitten? Als die staat niet. Maar in plaats van dat jij en ik hier op de radio gaan zeggen van je hebt iemand daar niet. Als we dat vinden, dan moeten we onszelf verkiesbaar stellen. Nee, ik ben misschien de derde of vierde macht. Zo voel ik me. Ik voel me aangesproken. Mijn werk is om mensen die in publieke functies
zijn. Mensen die salaris krijgen van de staat. Ja, die moet ik kritisch volgen. Ja, maar die moet je kritisch volgen en dan moet je de vragen stellen. Jij betaalt ook de staat met kantoren straks. Ja, dat klopt. Daar heb je toch ook recht van spreken. Tuurlijk, je moet belasting. Maar hoeveel belasting ga je niet betalen? Maar luister, lieve schat. Verschillende belasting. Artiestenbelasting. Heb ik betaald. BTW komt erop. Op alles wat je doet. Op je podiumhuur. Op je geluidshuur. Op alles is er, gaat iets naar de staat. Je kaartverkoop. En dan gaat het geld naar Loes. Dan mag je toch iets zeggen van jongens, ik wil dat mijn geld beter besteed wordt. Ja. Fout? Het is niet fout, maar dan moet je weten wat het resultaat daarvan is. Kijk, ik vind het prima dat jij als radioman gewoon de kritische vragen stelt aan politici. Dat is mijn werk. Snap je die? Dat moet je zeker doen. En ik denk niet, en het is niet omdat ik overal vrienden heb. Ik ken heel veel mensen, dat klopt. Maar ik vind het, als ik iets wil zeggen aan een politicus, dan moet ik het persoonlijk aan hem kunnen zeggen. En ik weiger ook. Ik vind voor mij als Surinamer in hart en nieren, heb ik het nooit correct gevonden om vanuit Nederland iets te zeggen over Suriname. Nou, omdat ik ook deel uitmaak van de Surinaamse economie. En ik maak deel uit van het maatschappelijk Surinaams debat. Recht van spreken. Heb je recht van spreken. En als mensen politici niet aan het hand voelen, dan voel ik mij geroepen om dat te doen. Maar jongen, ik ben blij met jou. Doe dat vooral. Doe dat vooral. En misschien kan je niet alleen politici, maar ook vooraanstaande Surinamers. Doe dat. En ik hoop. En ook ik de kennibies van deze wereld. Ik hoop dat je ze allemaal zodanig gekornd krijgt dat ze gaan nadenken over hun daden. Nou, ook ik ben ook blij als je mensen kan exposen. Als mensen verkeerd bezig zijn en jij bent op de hoogte van een of andere malafide actie van die mensen, dan moet je dat zeker aan de mensen vertellen en in de hoop dat er verandering in komt. Dat doe je prima. Maar voor mij, als muzikant, voel ik mij nog niet geroepen om vingers te wijzen of te zeggen van als dit anders... Weet je, dan had ik het al lang moeten doen. Dat als ik een mening heb over jou, dan moet ik het aan jou kunnen vertellen. Maar Kennedy is ook niet aan jou om je politici af te zagen of dan wat, want jij bent van een andere orde. Kenny, je hebt een politiek gesprek van gemaakt, hè jij? Nee, ik weet het niet. Dat is onze doelgroep. Dat is onze core business. Daar leven wij van opbouwend, kritisch raad. Ja, maar daar ben ik mee eens. Wij Kenny B uitnodigen, dan ben ik blij dat die luisteraars iets opsteken van Kenny B is wel een artiest met een visie, met ideeën. Ik heb wel zeker een visie, maar als ik mijn visie ten uitvoer brengen, dan moet ik zelf in de politiek gaan en grote groepen mensen om me heen verzamelen en misschien hebben we wat zetels en dan kunnen we wat dichter bij de politiek komen. Maar voor nu denk ik niet dat het mijn plek is om politieke uitspraken te doen die ik zal je niet meer lastig vallen met politieke uitspraken. Je valt me niet lastig. Ik je pareert ze heel goed. Ik hoef geen eens na te denken. Sterker nog, je bent al politicus, de manier hoe jij antwoordt. Hoe jij antwoordt, je bent al politicus. Het is allemaal politiek correct. Politiek, wat is. Voor mij is politiek gewoon het opkomen voor belangen van grote groepen mensen. Als je vindt dat jij en de buren het niet goed hebben, dan ga je naar de gemeente. Maar als je vindt dat de hele wijk eronder leidt, dan moet je overwegen om in de politiek te gaan. Dan ga je grote groepen mensen helpen. En ik vind niet dat ik afhankelijk moet zijn van individuele boeven of bandieten. Van jij hebt vandaag gestolen, wil je dat niet meer doen? Ik ga me daar niet aan wagen. Mooi zo. Ik ga dan iets anders hebben. Grote groepen. En grote groepen, dat zijn ook artiesten. Heel veel artiesten in Suriname. Jij was een man die ons voortrekkersrol nam. Om Surinaamse artiesten te gaan. Hoe moet je dat noemen? Te komen met voor hun kunsten, voor hun talenten. Ja. Een soort royalties moesten verdiend worden via Sassuur. Hier verdien je je royalties via Spotify. Iedere keer als ik jou draait, krijg geld. Maar hoe is het met de Surinaamse artiest? Hoe is het met dat project van jou? Want jij was een trekker. Dat is uiteindelijk niet zoveel van terechtgekomen. Ik was ook jonger die tijd. Ik wou zoveel, maar je komt zoveel dingen op je pad tegen waar je misschien niet zo goed over had nagedacht. En Suriname, kijk, er zijn zoveel dingen die gebeuren. Hier wordt je muziek gedraaid en je krijgt geld. In Suriname, bij sommige zenders, moet je zelfs betalen om je muziek te laten draaien. Dat doe ik niet aan mee, maar ik bedoel jonge gasten en niet alle radiostations. Maar dat soort dingen gebeuren er nog steeds. En het is jammer, want eigenlijk als je... Maar we hebben ook niet zo'n grote luisterdichtheid, hè, in Suriname. Kijk, je weet hoe het gaat met Buma.
je verdient 0,06 cent voor één stream nou. Ja. Daar heb je een miljoen streams en dat is heel veel. Maar dat is niet waar mensen hun geld aan zouden kunnen verdienen in Suriname. Ja, maar dat is ook een eitapwa olo, in Surinaamse zeg. Eitapwa olo, maar ik leef ook niet van Buma hier. Ik leef gewoon van mijn optredens. Ja, en ook van die streamings. En, ja, dat is Buma. Maar... Ja, Spotify, niet alleen Buma, maar... Het is goed, het is goed. Je houdt er wel iets aan over een paar duizend euro, zeker wel op mijn niveau. Een paar duizend euro. Maar in Suriname is daar niet zo echt veel mee te doen. Maar is er geen mogelijkheid dat Surinaamse artiesten iets kunnen verdienen in Suriname? Want dat was zo'n plan en ik dacht van... Ah, eindelijk, goed, radio. Ja, maar wat wij betalen hier, hè, voor Buma, ja, voor alles wat ik hier draai. Maar we hebben, ook geen verplichting bij de radio. Het is niet zo van, Radio X moet, ik hou van X en Z'tjes. Mm-hmm. Dus Radio X moet zoveel Surinaams draaien. Want je kan die man zeggen van, iedere keer als je, want ze betalen Beyoncé niet en ze betalen die niet. En als ik Surinaamse artiesten moet draaien, dan moet ik betalen. Straks draaien ze de Surinaamse artiesten niet meer. En daar zit je daarmee. Ja, dat is beleid, hè, visie. Een minister zou dat kunnen bedenken van, je krijgt ieder radio, als je nu een radiovergunning krijgt, je hebt het net gehad over, je hebt het net gehad over pijnpunten, over belangrijke dingen in de maatschappij. Ja. Wanneer gaan ze tijd hebben om te praten over? Kom op, maar ik denk van, als je nu als radio een nieuw radiostation krijgt, of vergunning krijgt, zou ik als minister eisen van, prima, je krijgt het maar 70-80%. Surinaams. Ja, maar dan moet je over de gehele linie doen. Dan kan je niet over de gehele linie. Ja, en dan moet je kijken of het werkt voor de mensen ook. Of het werkt voor de publiek. Ik geef de vergunning. Ja, maar je moet kijken of het werkt toch. Je kan het zo zeggen, maar werkt het voor het publiek? Gaan ze minder Beyoncé horen? Wat houdt dat in? Snap je? Dus ik ben het eens met jou dat er over na moet worden gedaan. Ja. Daar ben ik wel eens met jou. Ja. Maar over welk model dat moet zijn? Dat... Maar dat je verplicht wordt om zoveel procent Er zijn landen die dat verplichten. Inderdaad, ik praat over landen die ik ken. Ik denk, waarom kan het niet in Suriname? In Emiraten is het gewoon zo. Ja. In Marokko is het gewoon verplicht. 80% van de muziek is Marokko. Ja. En zodat die artiesten verdienen. En de cultuur. En aan optredens. Aan royalties. Ja, maar er zijn ook een aantal dingen. Die zou ook eisen moeten stellen aan artiesten. Wat voor eisen? Ja. Die artiest maakt zijn nummer, hij brengt zijn nummer naar Radio 10, SRS, ja, TV. En dan wordt de hele dag gedraaid. Ja, maar wat als zo'n... wat is de inhoud dan? Je kan zeggen, ik heb muziek gedraaid en ik vraag dat dit gemaakt en ik vraag dat het gedraaid wordt. Maar, en dan gaat de overheid ook willen bemoeien met de inhoud van je song. Inhoud niet. Het moet van de bodem komen. Bodem is bodem. Niet, je hebt de punt. Inhoud is dat moet je aan de kunstenaar zoveel laten. Je hebt de punt. Ik nee, maar je hebt, ook op, je hebt ook als overheid heb je een taak als opvoeder ook. Naar de jawel, kinderen. Maar aan de andere kant, als je een vergunning vraagt voor media, radio, televisie in Nederland, dan verwachten ze van jou dat je een specifieke doelgroep dient. Dat je iets kan betekenen. Maar ook daarin ben je beperkt, toch? Je kan toch niet alles afdraaien wat je wil? Nee, maar daarom niet. Dat is ook... Dat maakt het juist overzichtelijk. Als je 100% NL bent, dan heb je een vergunning... omdat jij beloofd hebt aan de mediaraad... dat je alleen maar Nederlandse muziek gaat draaien. Daarom krijg je vergunning, want die was er nog niet. Ik denk dat je meer verstand daarvan hebt dan ik. Ja, maar oké. Maar ik zit in die branche. Laten we het daarop houden. Kenny Bibo, je hebt muziek gemaakt... en sinds Parijs maak je alleen maar single. Ik weet niet hoe het album heet. Album van Parijs. Parijs is toch niet de titel? Ja, Parijs heet het. Album. Ja, sinds Parijs hoor ik alleen maar singles. Heel veel singles. Ik heb ook hoe dan ook gemaakt. Is mijn volgende album. Mm-hmm. Ik heb hier wat singles gemaakt, klopt. Ja, wat doe jij nu in de studio? Hoe zit jij? Wat kunnen wij verwachten? Er moet binnenkort weer een album of een EP uitkomen. Ja? Je bent nu aan het werk? Ja, ik ben zeker aan het werk. Ik heb een aantal nieuwe projecten ook met Suriname. Uh-huh. Dus gewoon business as usual. Oké, mooi. Dus binnenkort is er een nieuw album van... Ja, dat is wat we doen. Wat is binnenkort? Dat kan ik geen uitspraak. Oké, zullen we afspreken dat jij mij een single hier achterlaat voordat heel jij vertrekt? Een single, niet dit hele album. Nee, niet nu, maar... Is er al iets uitgekomen? Oh, nog niet uit. Nee, anders had ik hiernaar kunnen verwijzen. Nee, okay. Ik heb nieuwe muziek en dat gaat binnenkort uitkomen. Met het besluit en met de Surinaamse artiesten. Je hebt één ding gedaan met een Surinaamse artiest van mij, Kaarte Karma... Afoudea, brak alle records hierbij staan. Vast is de eerste keer dat ik een nummer in Surinaams gezongen die
zoveel maanden hierop. En daarom zeg ik ook, ik ben blij met de luisteraars van Stanvast. Ik kom veel te weinig hier. Ja, je bent vaak gekomen. Ja, ik heb heel veel fans onder jullie luisteren. In Rotterdam vooral heb je heel veel fans. Ja. En weet je, zoals we bij ons in het binnenland zeggen, vandaag heb ik heel veel gesproken over dingen wat niet de bedoeling was. Maar jouw kennende zou je, ik wist al dat dit zou gebeuren. Maar als ik iets zou gezegd zou hebben wat niet goed is gevallen, dat moet ik me in lobby, was absoluut niet mijn bedoeling om iemand in een vervelend daglicht te plaatsen of een ongenuanceerde uitspraak te doen. Dus if me tak wan fout sani, lek van den kansen maar vum taki, dat moet ik hem in lopen. En voor de mensen in Rotterdam, 26 april is Kenny B live met band in Zuidplein Theater. Ja, met band, hè? Ja. Oké, okay, mooie show. Hoeveel shows heb jij gedaan totaal in jouw theater toe? 9. Ja. En Rotterdam is niet de laatste? Daarna heb ik nog Arnhem. Oké, okay, dan hebben wij de winter- en de lenteperiode afgesloten. Zomer, ja. Hoe ziet jouw zomerschema eruit? Oh, festival, Suriname, vakantie. Ja, wanneer neem je vakantie? Je bent altijd... Ik ben nog nooit op vakantie. Ik ben één week geweest. Ga je naar Suriname op vakantie? Nee. Suriname is geen vakantieplek voor mij. Nee, oké. Okay. Ik hou van Suriname, maar vakantie ga je op vakantie? Wat? Ben je van plan op vakantie te gaan? Ja, ik wil. Waar dan? Noem een land bijvoorbeeld. I don't know, man. Ik begin al... hoe je dat? Ik word nu al zenuwachtig als ik praat over vakantie. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Maar, nee, serieus, echt niet. Ik ben nog nooit... Nee. Ik ben een keer een weekje weg geweest. Maar je hebt te vaak het gevoel dat je denkt van... Hey, je moet nog iets. Ja, ik moet nog iets. En zit ik mijn tijd niet te verdoen. En ik ben ook niet de jongste, dus ja. Je gaat op vakantie? Ik wil wel. In juni zo, wil ik op big news, man. Big news, Kenny. Je gaat op vakantie. Ja, ik raak gaat het dit jaar nog lukken? Ik raak in paniek als ik vrij ben. Dit, of, ja, zeg maar hoe dan? Dan ga je jouw schema... vrijmaken. Ik ga gewoon... Kijk, de belangrijkste mensen op... Maar meestal word je maanden van tevoren, jaren van tevoren geboekt. Ja, maar nu lijkt het alsof ik... Het lijkt alsof ik in juni... we hebben het zo vastgezet, dus tot nu toe hebben we niks erbij gedaan. En ja, als we ons daaraan houden, dan kan ik lekker ergens in de zon gaan. Twee weken, drie maanden, een maand of zo? Nee. Een maand zou wel goed zijn. Oké. Okay. We gaan het meemaken. Ik wil je bedanken voor jouw tijd. Om even op te wachten, want dan krijgen wij nieuwe dingen van jou, nieuw geluid hier op de radio van Kenny B. Ja, binnenkort gaat dat gebeuren. Ja, binnenkort, op te zijn de tijd, gaan jullie dat horen. Maar het was weer leuk om met jou te praten. En dat is het probleem. Omdat je mijn brada bent, dan kan ik me erin vergissen. Van, je bent op de radio, je zit niet op balkon bij hem. Nee, toch? maar dat zijn balkon, takkie, dus man. 100%. Ik vond het ontzettend leuk en ik wil je van harte dank zeggen dat jij tijd gemaakt hebt om ondanks jouw drugschema in Nederland, want je zit midden in een theatertour, dat jij meer dan een uur vrijgemaakt hebt om bij Stanvast te komen. Ik dank je daarvoor. Ik dank jou en ik dank jouw luisteraars en hopelijk tot snel. Kenny B! Yes, hij is live hier en dit is een Kenny B special at Radio Stanvast. You can hear it every day. Vergeet de show niet binnenkort hier in Rotterdam. Chuck D, Frans Pinas, and the one and only Kenny B. Yes, a long time we're there, really long time. We're not in with the bar, so. But we're there still. We're not playing today, it was never. We're there still, man. Still, man. Give nothing changed, man. We give thanks for still, that. Still the same, every time. Okay, we're there. Je luistert naar Stanvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op stanvasteradio.nl.